Hi, ik ben Jelle Brouwer voor de Illustratie Biënnale. We hebben samen met het Nederlands Filmfestival een heel bijzonder project ontwikkeld. We hebben 11 illustratoren gevraagd of ze affiches wilden maken bij Gouden Kalfwinnaars van de afgelopen 40 jaar. Die affiches zijn tijdens het festival te zien in de openbare ruimte op verschillende plekken in Utrecht. En nou, zoals gezegd mochten de illustratoren zelf kiezen voor een film. En daar is Hedy Tjin, een van de 11 mensen die we hebben gevraagd om een affiche te illustreren voor een film. En jij koos voor Het Zakmes, een film die je zag toen je een meisje van 7 was. Ja, klopt. Het was, was eigenlijk een hele makkelijke keuze. Het was direct. Mijn oog viel direct daarop. Ik dacht, zoveel indruk had die film op je gemaakt. Ja, maar... Misschien is het ook omdat vroeger keek ik natuurlijk veel minder films. En hoe ouder je wordt, hoe meer films je kijkt. Dus dan heb je heel veel impulsen. Dus dan blijft het misschien iets minder hangen. Dus dit was, ik weet niet, gewoon jeugdsentiment. Heel erg. Weet je, wat herinner je van die film? Wat maakte indruk op je? Dat ze beste vriendjes waren en dat zijn beste vriendje ineens ging verhuizen. Dus dat hij weg uit zijn leven ging eigenlijk. En dat was vroeger veel ingrijpender natuurlijk dan nu. Omdat we nu op zoveel manieren met elkaar kunnen blijven communiceren op afstand. Via videobellen, WhatsApp, noem het maar op. En vroeger was dat natuurlijk niet. Nee. Gewoon bellen zonder beeld naar iemands huistelefoon. Dus dat was gewoon, was gewoon echt een ding als iemand ging verhuizen naar een andere stad of naar een ander dorp. En waarom was het ook alweer? Dat herinner ik me niet meer. Waarom hij ging verhuizen? Hij ging naar Almere, dat weet ik wel. Wat de reden was dat hij ging verhuizen, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. En hoe zat het met het zakmes? Het zakmes, wauw, dit zijn allemaal... Oh, sorry, ik moet jou ook helemaal niet overhoren over de film. Nee, ik heb hem namelijk, voordat ik de post ging maken, heb ik hem nog een keer gekeken, nog 2 keer volgens mij zelfs. Ik heb hem met mijn neefje gekeken, dat was heel leuk. Wat gebeurde er met je toen de film zag, hè, als meisje van 7? Wat er vroeger met mij gebeurde? Ja. Zoals ik al aangaf, ik vond het wel verdrietig dat hij gewoon uit zijn leven ging en dat het zo moeilijk was om in contact te komen met hem. Hij had natuurlijk ook een aantal brieven geschreven, maar die kwamen volgens mij niet aan. Toen ging hij zelf met de trein, probeerde hij daar naartoe te gaan. Het was in ieder geval, uiteindelijk is het via een televisieshow of zo gelukt om weer met elkaar in contact te komen. Dat was heel lastig. En nu besloot jij dus, bij die film wil ik een affiche maken. En je kijkt nu met de ogen van de Hedy van dit moment naar die film. En ziet dan inderdaad iets heel anders. Namelijk dat het nu wel mogelijk is om contact met elkaar te houden. En dan krijg je de opdracht om een affiche daarbij te maken. Waar begin je dan? Want je moet dus één beeld bedenken bij die film die uit duizenden beelden bestaat. Ja, wat ik meestal doe, eigenlijk bij al mijn werk, is dat ik gewoon... Ik ga er vaak niet te veel over nadenken, maar ik begin gewoon te tekenen. Dus het eerste beeld wat in me opkomt, ga ik tekenen. En dan blijf ik gewoon tekenen. Alles wat in me opkomt, blijf ik tekenen. En dan ga ik daarna kijken van oké, welke beelden vind ik bruikbaar, welke beelden niet zo. En in dit geval... ben ik gewoon van alle tekeningen die ik gemaakt heb, ben ik een soort collage gaan maken. Om het gevoel wat ik bij de film heb, wanneer ik eraan denk, weer te geven. En dat heeft ook met kleurgebruik te maken. Dus ik kies ook eerst een kleurenpalet uit. Bij de film? Ja, ik heb zeg maar, als ik een film zie, dan heb ik een kleurenpalet in mijn hoofd. Dan zie ik altijd kleuren vormen. En dat is niet eens per se altijd dat het ook klopt met hoe de hele film is opgebouwd in kleur. Maar dat zijn waarschijnlijk dan een aantal kleuren die bij mij blijven hangen. Sowieso, dat heb je altijd als je films kijkt. Ja, ik ben altijd, ik weet niet, kleurencombinaties, dat is echt dat vind ik heel leuk om daar mee bezig te zijn. En welke kleuren waren dat bij het zakmes? Bij het zakmes is het blauw, rood, eigenlijk geel, maar ik gebruik geel bijna nooit in mijn werk. Dus dan vertaal ik hem en ik heb hem deze keer vertaald naar oranje. Dus ik heb blauw, rood en oranje gebruikt. Verschillende tinten van blauw. En als ik gebruik ook bijna nooit wit, dan gebruik ik een soort lichtroze in plaats van wit. Vandaar de muur ook daar op de achtergrond. Ja, ja, precies, ja. Maar waarom gebruik je nooit geel en vond je dat geel er nu eigenlijk wel bij moest? Ja, ik weet niet. Ik zit nu in een fase dat ik bijna geen geel gebruik. Ik gebruik het heel af en toe wel, hoor. Ja, het is misschien ook om mezelf een soort van soms uit te dagen om binnen een bepaald kleurenpalet, wat niet 1 op 1 is, toch dezelfde sfeer uit te stralen als hoe ik het voor me zie. Ja, dus ik heb gewoon, ik heb gewoon mezelf een paar gekke regels opgelegd een tijd geleden met kleurgebruik, waar ik mezelf dan probeer aan te houden. En dat kan natuurlijk op een gegeven moment weer veranderen. Maar nu zit ik in de fase van geen geel en geen zwart. Dat is inderdaad ook wel opvallend, want vooral jouw kleurgebruik is heel herkenbaar, hè? Ja. Waar is dat vandaan gekomen? Je zegt, ik heb dat een tijdje geleden besloten. Hoe werkt dat? Nou, ik ben sowieso, toen ik nog studeerde, toen ik net afgestudeerd was, toen waren al mijn dingen. Wat zegt u? Aan de HKU? Ja, aan de HKU, ja. Ja, dit was in 2009. Toen was alles wat ik maakte, was zwart-wit. En de opdrachten die ik erna deed, was ook zwart-wit, met pen en inkt. En met moeite gebruikte ik kleuren. En toen op een gegeven moment vroegen opdrachtgevers me van, kan je misschien toch wat kleur gebruiken, want dan kan altijd wat meer uit het magazine. Nou, bijna moeite toch wat kleur toegevoegd. En in die periode na mijn afstuderen ben ik, elke winter bracht ik een paar maanden in Suriname door. En daar heb ik ook van jouw vader, hè? Ja, klopt. Daar heb ik heel veel werk gemaakt, vrij werk, toegepast werk. En Surinaamse kunst is heel kleurrijk. En ik had helemaal niet het idee dat ik daarin mee zou gaan, maar op de een of andere manier, door de temperatuur, door de natuur, door de omgeving, ben ik daar heb ik een soort transitie door gemaakt en ben ik vanaf daar eigenlijk meer kleur gaan gebruiken. En vanaf het moment, toen werkte ik nog met pen en inkt, Oost-Indische inkt, op een gegeven moment, ik vond dat een beetje te bewerkelijk, ik wilde wat vrijer zijn, ik wilde overal kunnen tekenen en toen ben ik begonnen met dummies meenemen, viltstiften meenemen, zodat ik overal kon tekenen op vakantie. Dat ik een soort visuele dagboekjes kon maken van mijn vakantie. En die kleuren die ik die ik bij me had, het was best wel een beperkt scala. Waardoor ik toen eigenlijk mezelf opgelegd heb van oké, ik ga proberen om toch alles te tekenen met die kleuren. Dus ja, eigenlijk is het op die manier ontstaan. En dat vond ik wel een leuke uitdaging. Ja. En daardoor is er een soort kleurenpalet ontstaan. Maar het is ook wel een heel bijzonder verhaal, toch? Hoe je jarenlang alleen maar zwart-wit werk maakt. Mm-hmm. Tot een beetje afstuderen, dan naar het land van je vader gaat, Suriname. En dan zijn daar opeens die kleuren die nu zo herkenbaar zijn voor je. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben, want ik was altijd blij met wat ik maakte, maar ik voelde van het is nog niet echt daar waar ik zou willen zijn. En natuurlijk blijf ik altijd een drang hebben om mezelf door te ontwikkelen. En als ik ander werk zie dat ik denk, damn, had ik dat maar gemaakt. Maar ik merk wel dat ik nu met stiften en met gewoon hoe ik nu werk, dat ik er veel meer plezier en voldoening uit haal. En ja, dat ik veel meer een eigen handschrift gecreëerd heb. Zonder dat ik het voor mijn gevoel dat het geforceerd is. Het is echt ontstaan. Het is echt gewoon een soort gegroeid of zo. En met alle gevolgen van dien, hè? Want je was ook een van de 13 genomineerden voor de Koninklijke Prijs van Schilderkunst, toch? Klopt, ja. En ik bedenk nu dat het zakmes, een van de jongetjes, is een gekleurd jongetje. Had dat nog iets speciaals voor jou? Want dat was in die tijd denk ik nog niet zo heel gewoon dat we gekleurde kinderen op tv zagen. Ja, ik weet... Keek je niet met die ogen? Niet per se, nee. En ik denk trouwens, waar ik van overtuigd ben, ik vind Nederlandse kinderfilms, vind ik best wel, ja, ik denk qua diversiteit in cast, heb ik het idee dat ze wat verder vooruitlopen dan volwassenenfilms in Nederland. Hm. Ja, ik heb al een tijdje dat idee dat bij kinderfilms dat al veel langer aan de orde was. Ja. Dat het gewoon vanzelfsprekend. Nou ja, misschien was het niet vanzelfsprekend. Ik heb natuurlijk niet... Ik was niet met vanzelfsprekende ogen naar. Ja, ja. Dankjewel, Hedy Tjin. En het is een heel mooie, kleurrijke poster gewoon. Dankjewel. Affiche, moet ik zeggen. Dankjewel. Iedereen kan hem zien in Utrecht tijdens het filmfestival. Dankjewel. Dankjewel.